Pardon. Dat is geen manier om verkunstigen, lieve mevrouw. De geleerde in zijn werkkamer. Een van Rembrandts beste werken. De mysterie van beeld, tekst in de cirkel. Alle geleerden van de wereld brengen hoofd over de betekenis. Inri. Adam, de druigenram. Amaret, Alger, Agustina. Kritisch, meesterlijk. Ja, de vervalsing is werkelijk meesterlijk. Rembrandt was rechtshandig en we weten alle twee dat de maker hiervan het niet is. Blijkt dus dat ze die gelovigen bij het station hebben ingewisseld voor andere religielijpo's. Vage kleren en alles. Eentje ging de pal voor me staan en probeerde me een folder in mijn hand te douwen. Oh, dat is niet zo slim. Nee. Hey, goedemorgen, schat. Heb je lekker geslapen? Nee, Amsterdam maakt veel geluid. Nou, dat wint, hoor. Wil je ontbijt? Koffie is genoeg. Jezus, tante Harry, heb je het gelezen? Ets van Rembrandt is verdwenen. Nee, joh. En de hoofdconservator is gisteravond ook spoorloos verdwenen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Of heb jij die Ets gestolen? Oh nee, ik was al weg toen ze de anderen erbij haalden. Wat? Ik liep langs een Ets van Rembrandt, maar hij was nep. Ben je serieus? Laat het maar, Jack. Denk jij maar aan je tentamens. Ja, moeder. Oh, tuurlijk. Heb jij hem ook? Stan. Yo, man. Ja, ik lees het net. Je kunt iets van hem leren, hoor. Probeer het eens. Ga eens achter hem aan. Maar de vraag is natuurlijk of je ervoor open staat. Yes. Ik ga het overleggen. Jo, later. Oké. Er is een lijk gevonden. De hoofdconservator van dat museum. Jack, heb je nou nog steeds niet door dat andere mensen me gewoon niet boeien? Oh ja? Ook als die andere mensen teksten in elkaars rug branden? Maar dit is niet logisch. Criminelen willen twee dingen, geld en anonimiteit. Dit klopt niet. Dat. Welkom in Amsterdam, Janice. Hé, maar we zijn er, want ik zie je. Hoezo niet? Oké. Dacht het al, alleen politie. Hé, man. Vertel, wat
enige wat ik kan vertellen is dat er een lijk is. En hij is gebrandmerkt. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Maar meer kan ik echt niet zeggen. Dat is heftig, zeg. Nou ja. Jack! Sorry dat ik te laat ben. Amsterdam is echt een ramp met de auto. Mevrouw de Groot? Ja. Oh, ik heb ook mijn collega meegenomen. Dan leert hij ook eens een keer wat. We zijn een paar uur geleden gebeld door een buurtbewoner. Mevrouw de Groot, dokter Jansen. Goedendag. Aangenaam. Het lichaam ligt naar schatting sinds afgelopen nacht in het water. Er zijn kneuzingen in de nek, markeringen op de polsen. Verder alleen maar externe verwondingen. De waarschijnlijke doodsoorzaak is moord door verdrinking. Die brandwonden zijn nieuw voor me. Ik snap niet waarom je dat zou doen. Het is Latijn. Geen idee wat het betekent, maar daar komen we nog wel achter. Onderweg naar verlossing. Vrij vertaald. Oh, dan schrijf je het op. Ja. Hier, moet je kijken. Juist. Iemand heeft met hete staal gewerkt. Er is residu in die brand, want ik zou het even laten checken. Verder geen sporen in de brand. Dank u. Op het bureau kunnen we dan het verder papierwerk afmaken. Ik kan helaas niet mee naar het bureau. Mijn schoonmoeder die is opgenomen in het ziekenhuis. Ik zie jullie straks. Ik kan dit niet geloven. Ze hadden niet eens wat door. En wie zei er nou iets over die polsen, hè? Dat zou je toch zonder me moeten? Zonder de Jack. Detective Jack. Jack-tective. Let's go, Jack-tective. Honger. Oké, ik heb Stan gevraagd waar die conservator woonde. Wat doen we in de tussentijd? Ik moet research over de ads zoeken. Hier, berichtje van Stan. De politie heeft het huis doorzocht. Liefhebber van kunst. Had geen schulden. Gaf veel aan goede doelen. Laptop wordt nog doorzocht. Daar vinden ze niks op. Kwam die man over op jou als iemand die het zou kunnen stelen? Eet je mond leeg. En nee. Deze man geloofde echt in het schilderij. Hij werd niet gedreven door geld, maar door passie. Dus geen ordinaire kunstroof, Jack. Leuk je zo te zien. Ik ben blij dat ik gelijk heb. En ik ben blij dat jij nog 3 hoofdstukken anatomie moet leren en mij erom met rust gaat laten. 3,5 precies te zijn. Jen, berichtje van Stan. Nieuw lichaam gevonden bij de Westerkerk. Weer een kerk. Lichaam is van een bekende kunstsmokkelaar. Nieuwe letter in zijn rug, de letter N. Gaan we daarheen? Daar vinden we toch helemaal niets nieuws? Ik moet gewoon mijn onderzoek doen. Oké. Wat gaan we onderzoeken? Die letters. De I en de N. De I staat voor India. Weet je, dan niet. Dat doe je toch lekker zelf? Ik ga naar de kroeg. Je moet leren. Weet ik. Wat de fuck doe jij hier? Strontiumchloride. De slachtoffers zijn ritueel vermoord. Oké. Okay. Detective Janice Holmes. Waar ga je heen? Wacht.
komt. Oké. Doe alsof je dronken bent. Hé! Huh? Hey! Vet kostuum, man. Hé! Hey! In de auto stappen naar een feestje, stout hoor. Ja? Pak de rechter. Fucking ouw. Weet het. Ook weer helemaal nuchter. Wacht. Is dat... Niets nieuws. Kom, we gaan. Jij plus drank, geen goede partner. Oké. Hebben we naast een uitgebrande en totaal verlaten vluchtauto nog iets gehad? Aan dit? Leg uit. Langzaam, alsjeblieft. De lijken spellen Inri. Staat op het kruis van Jezus van Nazareth. Zoals je ziet representeert de eerste I het zuiden, de N het westen, de R het noorden en de tweede I het oosten. Dus, waar denk jij dat de twee lijken zijn gedumpt? Wester- en Noorderkerk. Je bent zo slim. Maar die conservator dan, die is toch helemaal niet gevonden bij een kerk? De lijken zijn binnen 24 uur van elkaar gevonden, dus... Vanavond weer. Precies. Het zijn alchemisten, dus voor hun betekent Inri de verandering van het fysieke naar het spirituele. Oké. Het is veel groter dan vier man. Dit gaat om een hele cult. En waar is die Eds? We gaan het niet vinden door lijkdumpers te volgen. De politie doet ze niks. Ze gaan letterlijk over lijken heen. Je hebt Stan geïnformeerd, toch? Ja, die staat op wacht in een busje verstopt. De laatste locatie. De Oosterkerk. Maar waar is die Eds? Ik zou het echt niet weten. Maar zoals tante Harry altijd zegt... Als je het even niet meer weet, laat dan buiten de scheet. We hadden gewoon een bootje moeten hebben. Dan hadden we ook beter naar die lijken kunnen kijken en zo. Stroming. Zelfs? De conservator is onderweg naar verlossing. Toch? Ja. Hé, wat? De Eds, Jack! Heb je de onzichtbaarheidsmantel bij je? Dat is niet nodig. Leid hem af. Wat? Hoe dan? Ga daar achteraan! Jen! Stan! Hé hey man, goed je te zien jongen. Wat heb je aan? Originele aanpak. Ja. En nu?
Blijf jij maar waar je bent. Ik heb een plan. Lotgenoten, vanavond breekt onze tijd aan. Onze weg was bezaaid met tegenslag. Verraad door onze helpende hand in het museum. Hij bleek een tegenstander. Gelukkig hebben we hem naar het licht gebracht. Onze lichamen zijn gelouterd door het geheiligde water. Het boek en het werk van de meester zijn verenigd onder het licht van de godin. Lotgenoten, wij worden opnieuw op de proef gesteld. Broeder Ferdinandus is van zijn kleding bestolen en bruut mishandeld. Er zijn twee indringers onder ons. Wees niet bang, jongen. Ach, ik heb medelijden met je. Wij zullen jou ook naar het licht leiden. Wie is het die zich voordoet als broeder Ferdinandus? Onthul jullie gezicht, zodat wij de tweede indringer kunnen herkennen. Waarom probeer jij deze goede mensen van het licht van de godin te ontzien? Duistere. Waarom doe je dit? De duisteren proberen ons te vergiftigen. Eén taak, Jack. Je had één taak. Gast, wat doe jij hier? Ja, nee, Harriet heeft me binnengelaten.
Oh, oké. Okay. Hey, Bas. Nou, ik heb goed en slecht nieuws. Ten eerste, Janice. Wauw. Huh? Je bent echt geweldig. Je had gelijk over die locatie. Huh? We weten wie de daders zijn. Het is alleen één klein probleempje. Ze zijn allemaal hartstikke dood. Ja, zelfvergiftiging. Ja, ook die lui die dat lijk wilde dumpen. En de Rembrandt in vlammen opgegaan. Serieus? Maar hoe is... Wij zoeken de hele nacht en jullie vinden die mensen in één keer. Nou ja, door die tip. Van jou. Wat mij meteen brengt bij het goede nieuws. Ik heb promotie gemaakt. Echt? Gefeliciteerd, jongen. Thanks, man. Hey, laten we anders wat gaan drinken. Hm? Wat lekkere koude Freddy's op mijn kosten. Ben ik bij? Gaan jullie maar. Ik ben uitgeput.